Nou, ik was daar wel weer zenuwachtig van, want je denkt, ja, je denkt toch elke keer van, hoezo? En is het erger? En wat? Nou ja. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en Sergio is al lekker in het water met Jesse Silver. Wij dachten, we gaan Jesse Silver ontvoeren van de gastouder. Dus die houden we lekker bij ons, want nu ik me nog helemaal goed voel, gaan we nog even wat leuks doen. Ik ga ervan uit dat ik dat dadelijk ook wel weer kan natuurlijk, maar het is gewoon allemaal een beetje onzeker geworden nu. Dus wij dachten, weet je wat, we gaan lekker gezellig naar de Beekse Bergen. Dus we zijn onderweg naar Hilvarenbeek. En ik krijg een telefoontje van mijn schoonmoeder. Die zegt, heb je gehoord? Er is een enorme brand in de Beekse Bergen. Heel het bij het vakantiepark. Dus nu hebben we besloten om lekker bij het Blauwe Meer te gaan zitten. In Tilburg, geloof ik. En ik heb vandaag mijn coronaprik gehad. Mijn vaccinatie, moet ik eigenlijk zeggen. Dus de eerste zit erin. Pfizer heb ik. En de tweede zullen we dan nog even moeten bespreken met de doktoren als ik midden in de chemo zit. Maar de eerste kan er maar in zitten. Hey Boepie! Is het leuk in het water? Hij heeft me een dag, joh. Dat is echt niet normaal. Dat is gewoon. Hij weet niet wat hij wil en wat hij met zichzelf aan moet. Maar nu lijkt hij tevreden. Geen pakken voor hem. Oh, heel goed, dankjewel. Ik ben er. Zo, wat een dag, hè? 11 uur. Het is 11 uur, we zijn echt net thuis gekomen. Jesse is pas net in slaap gevallen. Ja, hij heeft misschien een half uurtje geslapen over de hele dag. Heb je normaal? Hij had eigenlijk over de hele dag wel een bepaalde mood. Ja, hij niet wist wat hij wilde doen. En hij wist niet wat hij met zichzelf aan moest. En hij was, niks was goed. Maar daar was hij wel lekker aan het spelen, hè? Ik heb hem wel een paar keer willen bangen, inderdaad. Maar daar was hij wel lief. En daar was hij lekker. Ja. Toen zijn we weer lekker bij je moeder even wat gaan eten, sushi. Oh, je had al verteld dat we waren uitgeweken naar het Blauw Meer. Ja. Vanwege de brand. Ja. Ja. Precies. Daar. Ja, nee, lekker gegeten, sushi. En zo lekker gaan rijden. En nu zijn we net thuis. Ja, dus we hebben, toen is Jess wel in de slaap gevallen in de auto, net een kwartiertje voordat we thuis zijn. Dat is altijd zo. Ja. Maar hij was wel echt helemaal oud, dus hij kon gelijk door naar zijn bed. En zei ik dat, want het is nog 24 graden. Ja, precies. Echt onder het zweet. Maar 11 uur 's avonds en de buren die kwamen alweer heel lief met weer een bos bloemen. Echt super mooi bos bloemen ook weer. Van mijn manager. De regio manager. Ook weer prachtig. Zijn wel mooi. Deze zijn wel in trek, hè? Ja, ze zijn heel mooi. Ja. Nu is de batterij bijna leeg. Dus dat vind ik heel jammer. Dus ik ga er toch snel doorheen. Maar ik heb dus echt een heel leuk pakket gekregen. Van mijn lieve vriendinnetje Lisanne. Echt super lief. Met allemaal kleine cadeautjes erin. Schatje, doe jij maar even filmen. We doen eerst even een andere ding erin als die. Even kijken of dat die geladen is. Oké. Okay. Oh nee, hij is ook gewoon hartstikke leeg. Nee. Oh. Nou, we gaan even proberen snel te doen. Kijken of Sending you positive vibes. Heel veel sterkte, warme groet, Lindsay.
Bionic, denk ik dat het is. Dus daar is het van. Ja. Friendship wraps around the heart like a warm blanket of care. Oeh, wat zou daar nou in zitten? Lekker is dat body. De Planky? I love Plankies. Oeh, dit is de Planky. Super. Het is jammer als deze. Hier zit nog een beetje. Waar ben je nou? Een beetje. Oh, lekker. Nou ben ik ook nog gebeld door de cardioloog chirurg. Ik had helaas mijn telefoon gemist, dus hij heeft mijn voicemail ingesproken. En hij vertelde dat we voor maandag een afspraak hebben bij de echo om de, hoe noemen ze dat? Tumor... Nee, die regionale uitzaaiing. Nee, de spots. Zou je die zeggen? Tumor spots. Hoe heet het ook weer? Oh, die marker. Oh ja, tumormarker. Zodat ze weten precies waar de tumoren zitten. Dus ook voor als ze verkleind zijn, maar misschien eventueel ook dadelijk voor bestraling. Maar dat ze tegelijkertijd ook nog even goed in mijn oksel willen kijken. Nog een keer. Dus dan denk je gelijk, waarom? En als ze het nodig vinden, maken ze opnieuw een punctie. Ja. Dus ik zat net te denken van, ja, ik heb natuurlijk de uitslag, het verslag van de MRI nog niet gehad. En ze hebben me vandaag weer besproken. Dus het kan best wel zijn dat ze ook op de MRI niet heel duidelijk hebben waar die punctie nou van is geweest, zeg maar. Ja. Was het een clear of was het een lymfe of zo? Ik weet het niet precies. Dus dan ben je toch gelijk weer in... ben je toch gelijk ineens weer even zenuwachtig. Ja, een beetje extra spanning. Ja. Want je maakt er weer heel je eigen verhaal van natuurlijk. Ik ben nu weer eventjes wat vragen aan het opschrijven voor de verpleegkundige specialist. En als het goed is komt de internist dan ook nog even langs. En dat is morgen, hè? Dat is morgen. Dus we houden je morgen ook nog even op de hoogte. Nu even... Slaap lekker. Vraagjes opschrijven. Frisse douche nemen. Ja. Lekker slapen en morgen weer. Een nieuwe dag. Morgen weer. Slaap lekker. Zo, nou. Dan zit ik weer in de badkamer. Zodat ik niemand tot last ben. vandaag was de dag van de verpleegkundige. Oncoloog verpleegkundige moet ik zeggen. En de... oncoloog internist met wie ik het meest te maken heb, die zal ook nog even langskomen om de MRI te bespreken. Volgens mij heb ik al gezegd dat ik ben gebeld door de oncoloog chirurg dat ze toch nog willen kijken wat dat dingetje nou is die ze hebben geprikt dicht bij mijn oksel. Dus maandag gaan ze nog een keer een echo doen. Dan gaan ze de tumormarker zetten. En ze gaan nog een keer kijken en waarschijnlijk nog een keer een punctie nemen. Nou, ik was daar wel weer zenuwachtig van, want je denkt,
Ja, je denkt toch elke keer van, hoezo? En is het erger? En wat? Nou ja, in ieder geval kwam ze en eigenlijk was het een duidelijk verhaal. En eigenlijk kon het wat gunstiger uitpakken dan dat ze nu dachten. Er is namelijk boven in de hoek bij mijn oksel is er een punctie gedaan. Waarvan ze eigenlijk ervan uit zijn gegaan dat dat mijn lymfeklier was. De poortwachter. Dus de eerste lymfeklier die daar als een soldaat ook staat om dit soort dingen op te vangen. Maar uit die biopt kwam dat het en ook weer uit de MRI, ze konden het niet goed zien en uit de biopt lijkt er in de tumor alleen, ik hoop dat ik het goed zeg, borstklierweefsel te zitten en niet lymfklierweefsel. Dus wat ze nu willen checken is, zit het nou wel in de poortwachter, in de lymfklier of niet? Dus het zou eigenlijk alleen maar positiever uit kunnen pakken. Want nu gaan ze er gewoon vanuit. Het zit in de poortwachter. Dat zou ook betekenen dat als het nodig is dat ze mijn poortwachter en de rest van de klieren, lymfklieren er ook uithalen. Maar misschien zit het er ook nog niet. Dus dat zou helemaal fijn zijn. Desalniettemin zitten nog steeds 8 tumoren in mijn borst. Maar dat even daar gelaten. We kijken naar de positieve dingen. Dus vandaag. Dat is fijn dat zij ook nog even langs is geweest om dat te verduidelijken. Dus maandag ga ik weer in de echo. De verpleegkundige, de oncoloog-verpleegkundige, die was er vandaag om mij een beetje uitleg te geven over wat er komen gaat. En wanneer ik ga starten. Met de eerste chemo ga ik starten 1 dag na mijn verjaardag. Woensdag 23 juni. Dus dat gaat een belangrijke dag zijn. Wat er ook bij komt kijken is, er waren echt heel veel afspraken. Ik moet elke keer een dag van tevoren, heb ik een afspraak met de arts. Dan moet ik een uur voordat ik die afspraak heb met de arts, mijn bloed hebben geprikt. Zodat ze kunnen kijken naar mijn waardes. Dit zal zijn vanaf de tweede kuur. Want nu hebben ze al vaak bloed geprikt, dus ze weten hoe het is. Maar vanaf de tweede kuur moet ik dus elke keer een dag voordat ik weer een chemokuur krijg, mijn bloed laten testen. En ja, mocht dat goed zijn, helemaal prima. Is het niet zo, ja, dan kan het zo zijn dat misschien mijn kuur uitgesteld moet worden. Dat ik meer rust nodig heb. Dus dat komt erbij. Dan gaat het. Mijn accu was weer eens leeg. Maar we hebben er 2 en de andere was wel opgeladen. Dan gaat er 1 keer in de maand, komt er een verpleegkundige naar huis om mij een injectie te geven om mijn eierstokken lam te leggen, om zo maar even te zeggen. En mij daarmee dus ook eigenlijk in de overgang te brengen, zodat er zo min mogelijk vrouwelijke hormonen worden aangemaakt. Dan moet ik elke dag, dan krijg ik tijdens mijn chemo krijg ik tabletten tegen de misselijkheid. Dat moet ik allemaal nog nalezen, maar dan op de dag en dan na de dag. En van die pillen kan je ook wel weer een soort van gehaastheid krijgen. Dus dan minder goed slapen. Daarnaast moet ik elke dag na mijn chemokuur een prik zetten om mijn immuunsysteem te verbeteren eigenlijk. Dat die witte bloedcelletjes weer beter gaan werken. Want eigenlijk is het zo dat chemo alle snel delende cellen achterna gaat. Maar die zitten dus niet alleen in mijn borst. Die zitten ook bijvoorbeeld in mijn beenmerg en in mijn de speekselklieren. En dat wordt dus ook aangetast. Dus op het moment dat ik klachten krijg als blauwe plekken die ineens zonder stoeien of iets ontstaan, bloedneus die niet wil stoppen,
koorts boven de 38 graden. Nou, dan moet ik allemaal gelijk bellen. Maar sowieso gaf ze aan, je laagdrempelig bellen, want we weten het liever. We hebben het er liever over, dan weten we wat er speelt. Dus dat is wel een heel fijn idee. Nou, die prik om het immuunsysteem te boosten, die kan ik eventueel zelf zetten. We hebben afgesproken dat de eerste gewoon gezet gaat worden en dat we... Dan kan ik even meekijken en dan kan ik het eigenlijk gewoon zelf zo erin doen. Ja, er is weer zoveel gezegd, jongens. Mijn hemel. De bijwerkingen van chemo natuurlijk. En alles wat er ook nog eens bij komt kijken is dat ook... Dus de klieren in de mond bijvoorbeeld worden aangetast. Dus ik moet... 6 keer per dag moet ik gaan spoelen met water. Ik moet zoveel dagen na mijn chemo moet ik de toilet 2 keer doorspoelen en de wc goed schoonmaken zonder chloor. Wat nog meer allemaal? Ik ben blij dat ik alles opneem, want er komt zoveel op je af. Ze hebben het in ieder geval gehad over een psycholoog. Als ik dat zou willen. Nou, daar heb ik al gelijk ja op gezegd. Het kan nooit kwaad, lijkt mij, om het daarover te hebben. En dat speelt, je hebt gewoon geen vertrouwen meer in je lijf. Dus daar heb ik ja op gezegd. Kijken naar een pruik. Dus daar ga ik ook nog naar kijken. En ze zei, het is het beste om dat eigenlijk nu al te doen. Want dan kunnen ze proberen jouw haar na te maken. Zodat het het meeste op je eigen haar lijkt. Dus een beetje dit. Ik hoop misschien dan wel beter dan mijn eigen haar. Want, eventueel een cursus hoe te make-upen. Welke producten je moet gebruiken. Hoe kan je van die doekjes knopen. Al dat soort dingen. Ik heb zelfs al een slaapcapje gekregen. Dat het soms koud kan zijn 's avonds. En dat is gesponsord door de Europa Run. Schijnt. Dus helemaal toppie. Hartstikke fijn. Ik ben blij dat ik... Dat ik te horen heb gekregen wanneer we gaan beginnen. En dat is dan elke 2 weken 4 keer. Dus, en dat gaat dan elke keer op de woensdag zijn. En ik ben heel benieuwd... Hoe dat zich gaat. Hoe zich dat gaat uiten. Sergio mag er de eerste keer in ieder geval bij zijn. Maar vanwege corona niet de opvolgende keren. Maar dat is gelukkig wel in ieder geval de eerste keer. En dan. Dan krijg ik een infuus in mijn arm. En dan mag ik gewoon lekker. Ik krijg ook wat eten. Maar ik mag ook eten meenemen. Ik mag gelukkig gewoon naar de wc. Ik kan een filmpje kijken. Kan een boekje lezen. Dus ik ga maar even wat Netflixjes opzoeken. Zodat ik wat te doen heb. En dan hoop ik gewoon dat ik bij diegene zit die niet al te veel bijwerkingen en klachten gaat krijgen. Ik zal last krijgen van vermoeidheid. Bewegen is dan weer de medicijn. Dus ik moet proberen mezelf toch een beetje ertoe te zetten om toch even een stukje te wandelen. En we hebben Jesse Silver, dus dat we daar lekker wat mee gaan doen. Dat ik toch een beetje kan bewegen. Ik zal vast nog het een en ander vergeten zijn. Excuus daarvoor, maar er komt zoveel op me af. En ik probeer jullie zoveel mogelijk te informeren en mee te nemen. En ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken voor alle berichtjes die jullie sturen. De interesses, het meeleven, jullie eigen verhaal. En ik probeer zoveel mogelijk op iedereen te reageren. Ik waardeer het enorm. En ook weer de cadeautjes en kaartjes die ik ontvang. Echt ontzettend, ontzettend lief. Bedankt weer voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Of whatever. En abonneer als je op de hoogte wil blijven van mijn strijd tegen deze rotziekte. En ik hoop dat jij er ook wat aan hebt. Tot lief. Ciao. When I'm with you, no.